Welkom iedereen, let's play van Phoenix Wright Ace Attorney, de deal. De trial. Sorry, was het iets? Nee, ik gooi iets hoger. Oké. Ik heb geen idee wat je het over hebt. Ja. Ja. Oh, how are you doing? Ja, echt het niveau. Maar uiteindelijk, dit is maar de derde dag. We kennen haar nog maar 2 dagen. Nee, voor de rest. Heel simpel, dit is de derde dag en we hebben nog zoveel shit om te doen. Ja. Ja. En ik word gewoon niet te gek van de muziek die hier naast speelt. Omdat de muziek altijd zo hard naast staan. Oké, dank je. Dat zal ik zeker doen. Oké. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Klopt, terwijl ik alles weet en niemand geeft mij de respect die ik verdien. Ja. Leuk. Nee, ze gooit dat ding niet aan. Alsjeblieft, dat ding uit. Ja. Oh, mooi. Ja. Oké. Dus ik heb wel gezien. Oh. Dat is een zielig. Oké, dat is op zich niet heel veel mee te werken. Ja. Ik hoop niet dat jullie muziek horen. Dat zou een beetje vervelend zijn. En bedoel ik mee de muziek die hier bij mij wordt gespeeld. Ja. Ja. Dat is heel scary. Dat ding is eng hoor. Ja. Hier vind ik op zich best wel raar. Dat lijkt hij niet op hetzelfde. Dat lijkt tenminste slim. Ik
denk dat ik met dit pro... ik weet niet of ik moet pressen, maar procent. Nee. Ah. Dus ik moest dus pressen, niet procenten. Oké. Okay. Ik dacht dat je moest procenten. Want het is simpel, dan kon je... Nou ja, oké, misschien is het objection, laat maar. Oké. Oké. Dus dat betekent dat je meteen achteraan ging. Aha. Oké, okay, maar dat klopt niet, want je zei dat je maar pas ging toen je die suspicious man zag. Oké, okay, we repressen gewoon alles. Oké, okay, een knife. Klopt. Ja, press gewoon alles, waarom ook niet? Two. Heel desperate volgens mij. Awww. Wacht even, als je hem in een gezicht punchte, zou dat niet betekenen dat hij dat nog zelfs zal leven? Nou, ik heb er voor me alles gehad, of niet? Ja, waarschijnlijk de Blue Badge, ja, de Blue Badge naar buiten brengen. Het is een beetje vervelend dat we niet op de eerste dag konden kijken, want we konden kijken of het echt klopte. Ja. Klopt, anders zou het niet kunnen, ja. Want hoe kan een persoon twee keer worden vermoord? Ah. Een videotape, oké. Okay. Waarom brengt deze evidence al zo laat? Blijkbaar niet. Awww. Yep, blijkbaar. Oh. Oké, okay, nou kom op, ik wil het zien. Is het tijd niet 15:15? En niet 17:14? Dit is een eng stukje, jongens. Vraag je, hoe kan hij hier voorheen lopen? Want ik zag hem niet. Hoe loop je hier voorbij? Waar staat die camera, zeg? Staat die camera bovenin of zo? Ja. Yep. Yeah.
Deze shit gaat nooit smoothly, onthoud dat, hè? Oké. Okay. Please, wat meer. Mystery man. Doe dat ding uit, ik zweer. Ja, maar we weten allemaal dat dit ding gewoon niet klopt. Oké. Ja, blijkbaar. Voor mij is... ik ga gewoon expressen. Dynamiet? Oké, press deze. People know? Wie? Ah. Ik vind hem zielig. Ja. Blijkbaar. Question gewoon alles. Zoek. Ga gang. Ja, alsjeblieft. Neem dat ding van hem af. Nee, ze vraagt, er is een probleem. Oké. Oh, kom op. Ja, dank je. Ja, waarom? Omdat hij dan verder kan. Eschichan valt op zich nog wel mee. Soms. Oké. Okay. Is goed, is goed. I know. Flauwkul. Kijk maar eens even goed, daar is een lampje aan. En als er een ding is open wanneer een lampje open is. Ja. En zo werkt het dus. Het ding was al open om mee te beginnen. Wauw. Dat ding is eng. Kijk, dat lampje is aan, dus dat betekent dat hij open was. Dus iedere persoon kon hem gewoon open doen. Ik vind dat de graphics voor een NDS game op zich niet slecht zijn. Tu. Ja.
Die gozer kilt zichzelf nog, echt. Ik zit er al niet op te wachten. Sorry, verslikt. Nee, flauwkul. Ja. Hoezo niet? Ja, gelijk heb je. Oh, ja. Jij weet er waarschijnlijk meer van. Ja, als je goed hebt gekeken, er viel iets uit het kluisje. Dan zie je de persoon. Hij valt dus uit. Echt serieus. Oké. Ja. Ja. Zou kunnen. Oké. Dan is dat klaar. Oké, mooi, 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 mooi. Ik heb echt medelijden met deze gozer. Ja. Ja, want wat hebben we gekregen is met in de vorm van een handschoen. Ja. Wat een van de meest bekende insulators? Een rubberen handschoen. Ja. En weer CL9. Ja. Oh, ik heb echt meelijden met deze gozer. Niet bestellen, je hebt gisteren ook al lunch gehad. Geen objection, geen flauwkul doen. Dank u vriendelijk. Oké, best. Tuurlijk, ja. Mysterie Man 2. Ja. Dat is het. Ah. Miles, Mike. Maar even, zijn naam is Mike Meekins. Oké. Geen probleem. Oké, kom op, kom op, hup, hup, hup. Oké, valt weinig cross-examen bij hem. Het enige wat cross-examen valt is nummer 3, wanneer hij het heeft over een ID-card. Want waarom zou je, zoals je hebt gehoord gekregen een paar pas geleden,
Meekins vroeg naar de ID-cards. Alleen die Bruce Goodman stak toen een mes naar zijn nek. Waarom zou je dat doen als je een ID-card nodig heeft om deur te openen, dus een ID-card bij de hand heeft? Dat is deze. Ja. Oeh, Mr. Edwidge. Oeh. Ja, weer de prosecutor. Dat zou kunnen. Ik vind hem cool. Ja, nogal. Oké. Nee, niet echt. Ja. Ja, waarom zou ik... Ja, zei ik net. Waarom zou ik dat doen? Ja. We gaan naar de vierde toe. En we hebben het naar D-card en die laten we al zien. Oh, waarom ben je wel goed? Oh ja, je bent goed aan luisteren. Oké. Ja, maar dan lag hij dus op hetzelfde punt, dus dat zou niet kunnen. Ja. Zou kunnen. Dat zou kunnen dat die persoon niet echt is. Ja, weet ik veel. Zou zeer goed kunnen. Edgeworth, wat ga je zeggen? Gozer. Help je me nou of... Ik weet niet meer wat hij nou aan het doen is. Oké. Ja, geen idee. Ze is slim. Ja. Miles, laat die flauw doen. Oké, dus ik doe alle uitleg en jij krijgt ervoor. Ja, oké, dus is weer een moord, dat is mooi. Oké. Oké. Klopt.
Ja. Object. Nee. Misschien wel. Nee, maar ik snap nog steeds niet. Hoe kan je niet zien dat mensen hier voorlopen? Je loopt ervoor. Waar hangt die camera? Tenzij je onder zit. Oh shit, we gaan die gebruiken. Ja. Ik wil. Met de naam Jake Marshall. Ah, nou. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Jake Marshall. Ja. Mooi. Klopt, mooi, 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 mooi. Maar doen we niet in dit deel. Althans, niet meer. Dit doen we in het volgende deel. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik zie je de volgende keer weer. Doei.